Universiteit van Nederland. Legt uit. Waarom kun je een vlieg nooit raken? Vliegen zijn supersnel. Maar belangrijker nog, hun ogen en hun brein registreren bewegingen veel sneller. Vergeleken met ons zien ze dus in slow motion. De ogen lijken een beetje hierop. Net als deze bril bestaan de ogen van vliegen uit allemaal kleine vakjes, die we facetten noemen. De ogen van een vlieg noemen we daarom facetogen. Laten we even beter gaan kijken naar die facetogen. Hier zie je dus de kop van een vlieg met het hele oog. Als je heel goed kijkt, zie je dat het hele oog bestaat uit allemaal kleine vakjes en dat zijn dus de facetten. En elk van die facetten is eigenlijk een klein oogje op zichzelf, met een hoornvlies, met een lens en cellen die licht waarnemen. En wat nog meer opvalt als je naar de kop kijkt, is dat die bijna helemaal bestaat uit oog. Dus de vlieg kan boven zich zien, maar ook voor en achter zich. Laten we even spieken hoe dat eruit ziet. De vlieg kan dus eigenlijk 360 graden om zich heen zien. Elk van die kleine facetoogjes werkt niet supergoed. Het is eigenlijk een soort pixel. Maar samen vormen al die kleine oogjes één beeld wat de vlieg goed genoeg kan gebruiken om eten te zoeken, gevaar te ontwijken of misschien een leuk mannetje of vrouwtje te spotten. En dan denk je misschien met zo'n wazig beeld kun je een hand toch niet zien aankomen? Maar dat kunnen ze dus heel goed. En onderzoekers hebben dit aangetoond door te doen alsof er een hand op een vlieg afkwam. Ze schoten een schijf af en de vlieg zet zich schrap met zijn pootjes om precies de andere kant op te vliegen. De vlieg ziet de schijf dus al van mijlenver aankomen en maakt een plannetje om effectief te ontsnappen. Vliegen zijn zo snel omdat ze supersnelle beeldverwerking hebben. Wel 6 keer sneller dan dat wij dat kunnen. Ze hebben daarmee de snelste beeldverwerking van alle dieren op de planeet. En daarmee zien ze een klap dus niet zo aankomen, maar zo. En dat geeft vliegen dus rustig de tijd om te reageren op jouw klap. Nou, naast goed kunnen zien, kunnen vliegen ook heel snel bewegen en manoeuvreren. En daarvoor hebben ze een speciaal evenwichtsorgaan wat ze daarbij helpt. Dat zijn de halteren, die zitten hier onder de vleugels. En die halteren zijn eigenlijk best wel bijzonder, want de meeste insecten hebben 4 vleugels. Terwijl vliegen en muggen maar 1 paar vleugels hebben. Hun tweede paar vleugels zijn veranderd in de evolutie in deze halteren die de vliegen helpen om hun balans te behouden. De halteren zorgen ervoor dat de vlieg snel kan uitwijken of snel kan manoeuvreren en ook weer zijn balans terug kan vinden. Zo vliegt hij dus niet zo snel uit de bocht. En hoe belangrijk die halteren zijn voor vliegen, hebben onderzoekers aangetoond door ze te verwijderen. Een beetje zielig misschien, maar we zien wel precies wat de functie is. De vlieg kan zijn balans niet meer terugvinden en hij blijft maar door de lucht rondtollen. Met hun speciale hersenen, ogen en halteren zijn vliegen dus eigenlijk kleine superpiloten met 360 graden zicht en megasnelle reflexen, waardoor ze jou vrijwel altijd te snel af zijn. Maar misschien moeten we ze helemaal niet willen doodslaan. Naast bijzonder zijn vliegen ook nog eens heel nuttig. In onze omgeving ruimen ze bijvoorbeeld afval op, zoals poep, dode dieren of rottend plantenmateriaal. Maar dat je ze weg wil houden snap ik ook wel, want een poepende vlieg op je eten is natuurlijk niet zo smakelijk. Er zijn verschillende manieren om vliegen uit je huis weg te houden. Bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat er geen voedsel voor ze is. Dood vlees in de natuur is nu het vlees dat op je aanrecht ligt. Rottend plantenmateriaal is nu overrijp fruit op je fruitschaal. Je kunt het dus opruimen of afdekken, zodat de vliegen er niet op afkomen. Of je kunt geurtjes verspreiden waar ze niet van houden, zoals munt of citroengeur om ze weg te jagen. Of je hangt een hor voor je ramen en deuren. Autobanden zijn een sluipmoordenaar. Ze produceren fijnstof en dat kan leiden tot een vroegtijdige dood. Ik ben Pieter Jan Kolen en in de volgende aflevering ga ik jullie vertellen hoe goed opgepompte banden mensenlevens kunnen redden.